Als je gaat vliegen en je komt bij je stoel, dan kun je met een paar tegenvallers te maken krijgen natuurlijk. We kennen het allemaal wel. Nergens meer ruimte voor je bagage, een krijsende baby vlak voor of achter je. Of je zit superkrap omdat je buurman enorm is. Nou, en dat laatste overkomt ook deze blonde mevrouw en die trekt dat heel slecht. Zij zit tussen twee dikke mensen in. Oh my goodness, I don't know how I'm gonna do this for the next 4 hours. Het gebeurt allemaal net voor vertrek op weg van Las Vegas helemaal naar Newark in New Jersey. Norma Rogers, een zuster die ooit nog eens bij Dr. Oz de gast was, zat naast haar en filmt het allemaal. En haar reisgenoot zit aan het gangpad. I'm stuck, but at least they'll keep me warm. Bitch, please, okay? Maar het gaat nog verder. I can't breathe, I'm so squished. Dan haalt Rogers er een stewardess bij. Excuse me. Can you find her another seat? Because I will not be verbally abused by this bitch or anybody else. I can't sit here because there's both so big on left and right. I can't even stand here. En die andere plek krijgt ze. Yes, please. Yes, please. Because I can't sit like this. Als ze opstaat, kan ze een laatste sneer niet voor zich houden. I eat salad. En dat is de druppel. Bitch, kiss my fat ass, okay? Andere passagiers beginnen boos te worden en zich ermee te bemoeien. Omdat het er niet naar uitzag dat dit verder nog een hele gezellige vlucht zou worden, heeft het cabinepersoneel van United Airlines ervoor gezorgd dat onze blonde fatshamer uiteindelijk met een hele andere vlucht meeging.